Goedendag beste kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. Het is alweer de 43ste aflevering. En ja, u zal het al gehoord hebben. We hebben een nieuwe COVID-19 besmette persoon erbij. Het is een illegale Braziliaan geweest die ze hebben opgepakt in de havenmarinebasis van New Amsterdam. En dat brengt de teller op 11. En intussen zijn ook 9 personen genezen verklaard. En 1 persoon is helaas overleden. En intussen zijn ook 576 personen in quarantaine. En als we kijken naar de vluchten die zullen komen naar Suriname, repatriëringsvluchten, dan zullen dat steeds meer worden. Terwijl ook wij hopen dat niemand die in quarantaine is, besmet is met het virus. Waardoor we gewoon het aantal laag kunnen houden. Maar u ziet, de grenzen baren de regering nog steeds heel veel zorgen. En we zien heel veel illegaliteit. En juist bij die personen dat het COVID-19 virus ontdekt is. En onze gast voor vandaag is de sociale wetenschapper Kirti Algu. En met haar praten we over, ja, over haar vakgebied in relatie tot COVID-19. En natuurlijk voor wij, welkom mevrouw Algu. Voor we naar de vragen gaan, even persoonlijk, hoe ervaart u deze hele COVID-19-pandemie? Uitdagend. Het is aan de ene kant uitdagend omdat je dus eigenlijk gedwongen wordt om je routine aan te passen. Ja. Maar aan de andere kant, ik maak er dankbaar gebruik van. Het geeft me ruimte om eigenlijk de zaken op te pakken waar ik er geen tijd voor had. Er is heel veel ruimte voor zelfreflectie en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Dus voor mij is het een spagaat situatie. Aan de ene kant aanpassen, de routine omgooien. En gewoon gebruik maken van de ontstaande ruimte. En aan de andere kant, ben je niet bang? Nu het leek alsof maatregelen werden versoepeld, aantal gevallen werden minder. En dan zien we ineens, pop, een nieuw geval. Nee, dat is, ik zou niet zeggen bang, maar je bent wel alert. Ik denk dus dat de publieke angst in het begin vrij groot was en begrijpelijk ook. We liepen allemaal op de teentjes. Als je om je heen kijkt en iemand niest, begin je eigenlijk al zenuwachtig te worden. Maar nu begin je een beetje gewend te raken aan het straatbeeld. Je ziet ook steeds meer vertrouwen groeien. En vanwege het feit dus dat er geen besmette gevallen waren tot eergisteren. Het verandert. Het verandert. En ik denk dus dat we niet achterover moeten zitten en denken van dus dat het allemaal gauw voorbij is. Want een tweede golf, slash andere golven, ja, zijn niet uitgesloten. Wat mij wel een beetje ongerust maakt, is het feit dus dat de WHO stelt dat het waarschijnlijk niet weggaat. Mm-hmm. En dus het wordt eigenlijk de manier, die aanpassing wordt het nieuwe normaal. Exactly. En dat komt met een aantal uitdagingen, want nu al houden we er rekening mee dat we geen handshakes geven. Ja. Voorheen als je dus naar op bezoek ging bij mensen of je ontmoet collega's, is een brasa, is een handdruk. Maar die etiketten dus moet je nu gaan aanpassen. En het is echt even wennen. Mm-hmm. En denk je dat we genoeg adept zijn aan die situatie? Oh nee. Nee. Ik denk dat het een proces is, maar ik zal daar misschien later op terugkomen. Okay. Het is een uitdaging. Mm-hmm. En je bent ook, welk vak verzorg je op de universiteit? Ik geef een paar vakken. De bachelor sociologie geef ik religie, cultuur en samenleving, okay, al jaren. De masteropleiding geef ik Social Development and Policy. Zo heet die masteropleiding. Daar geef ik Philosophy of Social Sciences in de region, Caribbean and Latin America. En ik heb een vak, een domein, we noemen dat een domeinstudie, een clusterstudie. Ja. Etniciteit, religie en demografie. Dus okay, daar ben ik eigenlijk de coördinator van. En natuurlijk methodologie gerelateerde vakken. Okay, mooi. En hoe geef je al deze vakken nu? Het geluk stond aan mijn zij. Ik heb eigenlijk geen zwaar semester. Ik heb op dit moment alleen dus de bachelor studenten, bachelor sociologie studenten. Dat zijn dus, circa 10 studenten. En ik moet zeggen, ik heb geen stagnatie in mijn programma. Want vanaf het moment dus dat
de lockdown werd aangekondigd, was ik gewoon op schema met de studenten. Snel een Skype-groep aangemaakt, een WhatsApp-groep aangemaakt. Het was wel uitdagend in die zin van dus dat ik in de veronderstelling leefde dat alle studenten eigenlijk wifi hadden. En dat moest ik dus bijstellen. Dat beeld klopte niet. Precies. En geleidelijk aan viel dat kwartje. Hier, wacht even, want ik zit thuis, ik heb geen gezin. Voor mij is de situatie weer anders. Ja, precies. Dus mijn ouders die creëren een milieu voor mij voor een groot deel om te kunnen werken. Dus ik heb eigenlijk die huishoudelijke druk niet. Maar dat verschilt voor andere studenten. Soms hoor ik een student met haar kind en die zegt: mevrouw Algo, mijn dochtertje is erbij. En dan moet je even reminden: hey, wacht even, zet je microfoon uit, zodat we dus het college kunnen voortzetten. Ja. Maar het zijn ook andere leuke momenten hoor. Want een keertje waren we had een college, we hadden een discussie. En op een gegeven moment zei mijn moeder van, Kirti, ik ga naar de markt. Wil je iets hebben? Dus ik gilde gewoon zo. Ik zei, ja, maar kan je dat voor me kopen? Ja. Nou, en dan is het even een stukje informaliteit. Ik zeg van, oké, studenten, dat hoort erbij. Dus zo ja. So we adapt. Dus maar dus, ik heb geen achterstand in mijn vak. En als ik gehoord al die vakken die je allemaal verzorgt. Deze periode, de verkiezingen, COVID-19 is toch wel een mooi onderzoeksgebied, hè? In relatie tot. Hoe kijk jij daarnaar als wetenschapper? Er zijn zoveel kanten aan het geheel, maar ik denk dat wij als samenleving nu pieken. We pieken politiek, we pieken emotioneel, mentaal, sociaal. De instituten en exponenten, sleutelfiguren, die denk ik krijgen een. Ondergaan een bepaalde test, een soort leiderschapstest, waaruit moet blijken wat eigenlijk ons collectief potentieel is. Waartoe zijn wij als Suriname in staat? Mm-hmm. Zijn wij in staat om een gezondheidscrisis, een politieke uitdaging, een financiële crisis, kunnen we dat managen? Mm-hmm. Kunnen we dat managen met een bevolking van nog geen 600.000, yeah. met zo weinig middelen, met een wereld die in rep en roer is. Ja. Dus er zijn een aantal kanten. Ik ben persoonlijk meer geïnteresseerd in de verschuiving van gedachtegoed, in de verschuiving van wereldbeelden. Hoe kijken we om naar hoe kijken we aan naar onszelf in relatie tot de ander? En ik moet zeggen dus dat er een behoorlijke verschuiving optreedt. Laat me het heel kort hebben over politiek. Je ziet dus dat, ik ben niet zo oud hoor, maar voor zover ik de verkiezingen heb meegemaakt, is dit waarschijnlijk een van de, of misschien wel de enige verkiezing die ik meemaak, waaruit dus je de multiculturaliteit duidelijk ziet. Het is bijna het paradepaardje van een heleboel politieke partijen. Ja. En dat is een duidelijke verschuiving ten opzichte van toen ik voor het eerst ging stemmen. Ja. Dat is een paar jaren geleden. Ja. Dus het is een duidelijke verschuiving. En ja, je betaalt een prijs ervoor. Want niet iedereen kijkt er zo tegenaan. De ene partij is iets verder dan de ander. Maar aan de andere kant, dus los van cultuur. Ik noem cultuur omdat Suriname een van de voorbeelden is. Ja. Of zichzelf als een van de voorbeelden ziet waar culturele diversiteit op een positieve manier benaderd wordt, zowel in theorie als in de praktijk. Maar natuurlijk hier en daar reus. Maar een andere factor is natuurlijk is leiderschap. Zijn we in staat om moreel leiding te geven, moreel verantwoord leiding te geven? En is dat gebleken dat? Ik wil niet hard zeggen nee en ik wil ook niet hard zeggen ja. Ik denk dat het dat de parameters verschillen voor de instituten. Gisteren hebben we bijvoorbeeld een discussie gehad bij het programma To The Point met de vier politici en mijn oren begonnen op een gegeven moment te zeuzen. Oké, waar gaan we naartoe? Welk voorbeeld geven we? Dus dat zijn allemaal, ik kijk als outsider naar het geheel en denk van wat is eigenlijk het niveau van ons leiderschap. Dus daar moet er aan gesleuteld worden. Dat we het kunnen, daar ben ik van overtuigd. Mm-hmm. Maar het gaat door een proces. Ik zeg dit mede vanwege dus mijn ervaring
mijn onderzoekservaring in Guyana. Ik heb daar onderzoek gedaan naar interreligieuze relaties, maar ook waar dus ook politiek een onderdeel van is. En je ziet dus dat jonge samenlevingen struggelen met political leadership, met omgaan met resources, met kansen. Toch, hoe ga je om als je dus die heat krijgt van de tegenpartij? Ga je, om het plat te zeggen, ga je net een marktverkoper tekeer met elkaar? Maak je dus het parlement tot een soort wojo? Ja. Of zeg je van nee, ik wil dus, ondanks die heat of emotions, wil ik toch rationeel blijven gedeest en stap voor stap. De argumenten dus counteren. Eigenlijk zeg je, we zijn nog niet daar. Ik weet niet of er iets is als daar. Want als ik zeg van we gaan Europa als voorbeeld nemen, dan denk ik bij mezelf van dat is ook niet fair. Iedere samenleving maakt een groeiproces door. En wij dragen die verantwoordelijkheid. Wij moeten ervoor zorgen dat we elkaar kritisch begeleiden, maar ook die verantwoordelijkheid dragen. Ja. Als we zeggen van ja, Europa is het voorbeeld, ja, Europa legt een totaal ander traject af. Precies. Ze groeien ten koste, laat me het plat zeggen, ze groeien ten koste van leermomenten die uit andere processen zijn voortgevloeid. Eigenlijk hebben ze het al gehad, om het zo te zeggen. Op een andere manier, op hun manier. Ja, wij groeien op onze manier en dat moeten we begrijpen. Mm-hmm. Toch is ik ben ook heel voorzichtig met het vergelijken van appels en peren. Ik zeg niet van je moet Suriname gaan vergelijken met een Nederland of met een Amerika. Ik weet niet of Suriname die kant op moet. Maar zeggen we dat deze COVID-pandemie toch wel gelegen komt of omgelegen omdat we de verkiezingen hebben en je ziet dat het toch wel zaken blootlegt? Absoluut, absoluut. Maar twee zaken. Dus we moeten die pandemie niet loskoppelen met wat er dus internationaal gebeurt. Mm-hmm. Laat me daarop inhaken. Wanneer we praten over een pandemie, dan praten we over iets dat grensoverstijgend is. En nu komt er een stukje filosofie bij kijken. Wanneer we praten over grenzen, dan praten we over onze hele conditionering van kijken naar landen, kijken naar naties, kijken naar identiteit. De vraag is, bestaat er zoiets? De COVID-situatie leert ons dat we even sterk zijn als de zwakste schakel. Ja. Toch? En zelfs de machtigste land, ik zeg even tussen breaks, quotation breaks, is dat zij zelf struggelen. Yeah. Amerika is, die is in zijn schulp gekropen van hallo, jullie zijn buiten. Een heleboel landen die sluiten die grenzen. Yeah. Als wij dus nu niet kritisch nadenken over hoe we omgaan met onze grenzen, dan weet ik niet of we nog op een aantal andere COVID-gerelateerde situaties moeten uitkijken. We moeten kritisch nadenken. Het heeft te maken ook met global leadership. Ja. Toch? Dus het is even wereldwijd. En wij zijn niet geïsoleerd van die golf die internationaal plaatsvindt. Ja. Toch? Daarom wanneer we zeggen van ja, een WHO of een IDB of een Amerika, wanneer we met allerlei infrastructuur zeggen van ja, we zijn de machtigste. De pandemie leert je van, je bent absoluut niet de machtigste. Kijk maar naar wat er gisteren is gebeurd. We hebben zes weken, was het zes weken of vier weken? Hoe lang waren we zonder besmettingen? Een paar weken. Laat me daarop houden, een paar weken. Ja. En je krijgt een groep illegale, tussen aanhalingstekens. Want de vraag is, wat is illegaliteit? Maar goed, ze steken over. En pats, boom, dat land is weer in rep en roer. Ja, maar als ik volgde een discussie op Facebook en iemand dropte het van, in je land, word je eigenlijk, gaan mensen dood, je geliefden gaan dood, mensen om je heen gaan dood. Het is, de regering weet niet eens meer wat ze moeten doen. En jij wil leven, dus je gaat naar een land waar die zogenaamd COVID-vrij is. Exactly. En hier word je als een, heb je geen recht op leven. Moet er hard tegen je worden opgetreden. Ik maak een onderscheid tussen zeg maar dat praktische, dat operationele en dat ideologische. Ja. En ik zeg niet van dat je niet praktisch moet zijn, maar ik zeg dat praktische komt voort uit een heel denken. En ik heb het over dat denken. Dat denken is zo gericht, historisch, op landen zijn gescheiden. We moeten allemaal ons eigen hachje redden. Ja. En wat dus nu gebeurt met die pandemie, is dus dat ze ons dwingen, althans zoals ik het zie, ze dwingen ons om dat hele denken te herzien.
Nee. Want die operatie die gekoppeld is aan dat denken over grenzen, dat staat onder druk. Ja. Als je denkt van dat Suriname geïsoleerd is van Brazilië of van Frans-Guyana of van Guyana, nee hoor, COVID leert je tegendeel. Ja. Dus je kan zeggen van ik ga mijn grenzen hermetisch afsluiten, dat you can do that if you have the resources. Ja. Maar dat gaat niet. En kijk, we lopen steeds meer aan tegen migranten. Immigranten, maar laat me het gewoon zeggen. Ik zeg het niet zo lang terug in het nieuws, dus op het nieuws dat er personen zijn die zijn omgekomen of verkeersongelukken hebben veroorzaakt, noem maar op. Hoe gaan we om met migranten? Hebben we goed nagedacht? Wanneer nieuwe groepen komen in een samenleving, bestaat dus de neiging om ze een beetje de deur af te houden. Van, ik wil geen buitenstaanders hebben in het land, want ze gooien alles in de war en ze nemen onze baantjes. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als toen Surinamers gingen naar Nederland. Ja. Dat is min of meer dezelfde situatie. So, je krijgt een publieke reactie. Ja. Maar de vraag is, kun je anno 2020 daarover spreken? Ja. Is er een manier om daarmee om te gaan? En ik ben blij dus dat de academie, en dan kom ik terug op mijn vakgebied, dus dat er in de academie ruimte is om hierover na te denken. Ja. Want als je vanuit een negatief perspectief de zaak gaat benaderen, dan ga je zeggen van oké, je gaat moeten scheiden. Ja. En daarmee doe je dan eigenlijk afbreuk aan alle potentie en noodzaak van groepen. Okay. Mooi. Ja, het was zo spannend dat ik bleef. Ik heb toch nog een vraag. Je bent ook lid van het Surinaamse Olympisch Comité. De planning van de organisatie. Hoe hadden we zien dat competities, zaken niet doorgaan? Wat hebben jullie uiteindelijk besloten? Nou, ik moet zeggen dus dat ik in een gelukkige positie ben. In die zin van dus dat ik trek twee commissies. Het eerste is dus de gender en sport en die andere is de atletencommissie. De laatste is de atletencommissie is vrij jong. We zijn nog niet echt naar buiten getreden. Er zitten een heleboel zaken voor te bereiden. Maar laat me het even hebben over dus het gender en sportcommissariaat. Daar zijn we dus heel goed mee bezig. We hadden gepland om in maart, eind maart, een tweetal activiteiten te launchen. Maar dat ging dus niet door vanwege de lockdown. Maar we hebben dus gelukkig de zaken verder voorbereid. En één van de hoogtepunten, ik vind het bijna mijn baby. We hebben dus samen met onze lidbonden en andere stakeholders hebben we een gedragscode in de sport ontwikkeld. Okay. En je kunt de gedragscode niet naleven als je geen instituut hebt dat sanctionerend optreedt. Precies, precies. Dus we zijn zo ver met het ministerie van Sport en Jeugdzaken om in ieder geval dat instituut te helpen voorbereiden. En ik denk dus dat we gewoon op korte termijn het zullen lanceren. Oké, en de andere zaak, want de Olympische Spelen gaat niet door over een jaar of twee, 2021? 2021. Ja. Dus dat duurt naar de voorbereidingen na 2021? Nee, klopt. En dat is een volle gang. Want okay. We zijn met een aantal andere activiteiten bezig. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet het gevoel dus dat we are laid back. Dat we dus in rustig vaarwater zijn. Nee. Alleen de Olympische Spelen gaan niet, de competities gaan niet door. Maar voor mij dus gaan de taken gewoon normaal door. Okay. En lukt het je ook al nog om te sporten? Ja, ik doe mijn jackets en dan ren ik in de woonkamer, tot ergernis van velen. Ik sport wel. Wanneer het me lukt, ga ik even in de straten rennen. Maar ik mis de drills. Ik mis de drills, ik mis mijn atleten, ik mis die kinderen. Ik mis het. Okay. Maar het lukt wel. Maar het komt wel goed, uiteindelijk. Zeker, zeker. Met Suriname, met deze hele COVID-pandemie. Ja! Ik denk wel dat wij in staat zijn om het te overleven, maar heel veel hangt af van de kritische bijdrage van individuen. Ik blijf het zeggen, we zijn een kleine samenleving en een kleine samenleving heeft voordelen en nadelen. Ja. Het voordeel is dus dat je in staat bent om een gewicht in de schaal te leggen. Je bent in staat om invloed uit te oefenen, zeker als je in een bepaalde positie bent. Ik hoop dat individuen die in die invloedrijke posities bekleden, die functies bekleden, in staat zijn om op hun manier een goede bijdrage te leveren. En zich ervan bewust te zijn dat ze dat moeten doen in relatie tot de ander. Because you are not isolated anymore. Okay, mooi. Dankjewel voor je komst naar de studio en dankjewel voor het mooie gesprek. En dat was sociale wetenschapper Kirti Algu. En we hebben gesproken over haar vakgebied in relatie tot COVID-19. Neemt u de informatie die ze heeft gegeven ter harte en probeer ook
een beetje te filosoferen, een beetje na te denken over in welke positie we nu zijn en dat we met z'n allen eruit moeten. Natuurlijk, er is één besmet persoon erbij. De zaken die de overheid heeft voorgeschreven om onszelf te beschermen blijven nog steeds van kracht. Nog zo weinig mogelijk mensen op de vloer op het werk. Reinig je handen zoveel als mogelijk, was het met zeep. De social distancing van 1,5 meter altijd houden. Niet te veel knus bij elkaar, tenzij je thuis bent met je gezin natuurlijk, dat kunnen we niet verbieden. Maar natuurlijk, hou rekening als je op straat bent, als je moet hoesten, niezen, doe dat dan in je elleboog houden. Dat was het dan. Als u dit programma nog wil nazien, kan het op onze YouTube-kanaal ATV Suriname. Of als dat niet lukt, de herhaling op 12.1 na het nieuws. Een hele fijne dag verder. Dag.